Zoveel hoofden, zoveel zinnen, zegt het spreekwoord. Maar bij Sparta geldt dat niet. Want je hoort hier maar één zin. Hup, Sparta! Ja. Iedereen hier kan maar één doel. Dit. Veel vrouwen hebben iets tegen kegelen. Maar er is geen Spartaanse vrouw die bezwaar zal hebben tegen deze kegels. Want die vertellen ons dat de jongens toch nog wel doelpunten kunnen maken. Al deze mensen keren tevreden huiswaarts. Sparta heeft weer eens een prettige middag bezorgd. Er moest eigenlijk veel meer gevoetbald worden. Door diplomaten ook. We zien Engeland en Chili al voetballen om de uraniumbeker. De wereld zou er een hoop op vooruit gaan. Voetbalkogels zijn nu eenmaal minder gevaarlijk dan geweerkogels. Het rustige zondagse stadsbeeld keert terug. Het stadsbeeld van Rotterdam. Rotterdam is de stad van Sparta. En Sparta, de club van Rotterdam. Dat hebben we gemerkt de laatste weken toen het er zo om spande. Hier volgen de sportuitslagen. Voetbal eerste klasse afdeling 1, DSC DWS 4-2. ADO Stormvogels 2-0. DHC Excelsior 3-2. Ja! En 3-0. Afdeling 3 Go Ahead. Ja, er is reden om te juichen. Sparta blijft eerste klasse. Afdeling 4 PSV blijft in de. Maar dat betekent niet dat de Spartanen nu ook op hun lauweren kunnen gaan rusten. Er moet aangepakt worden, vooral door de jeugd. En als we dit zo eens bekijken, dan geloven we dat de toekomst er nog niet zo donker uitziet. Nou is voetballen en voetballen twee. Tenminste heet dit ook voetbal. Dit is een doelpunt waarvan de maker onbekend wenst te blijven. Zo'n wedstrijd eindigt meestal wegens te grote officiële belangstelling. Nee, voetballen is niet zomaar tegen een balletje schoppen. Daar word je voor gekeurd door dokter Jan. En dat geschiet niet met lepel in de mond en zeg eens A. Nee, dat gebeurt heel grondig en met veel toewijding. Daar word je voor getraind onder deskundige leiding. Bij deze training ontwikkelt het lichaam zich krachtig en soepel, wat ook voor je later leven van grote betekenis is. En zo kun je dadelijk zien dat hij nooit lid van Sparta was. Hij zou het geweest kunnen zijn,
Maar een goed Spartaan springt nooit op een rijdende tram. Die gebruikt zijn benen om te voetballen. De ware sportieve geest wordt daarbij aangekweekt en het besef van kameraadschap. Niet alleen de spelers maken een club groot. Zij bijvoorbeeld hebben ook hun aandeel in het succes. Je hebt geen idee hoeveel deskundigheid en wetenschap er nodig zijn om de terreinen elke zondag bespeelbaar te hebben. Ook de tribunes moeten voortdurend worden nagezien. En dan is daar de administratie die alles regelt, voorbereidt en op papier zet. 356 junioren en aspiranten, 467 werkende leden en 599 ondersteunende leden maken deel uit van Sparta. Afgezien van de elkaar ondersteunende leden, maar die zijn niet apart geadministreerd. 28 elftallen vormen het strijdersmateriaal om de wedstrijden te winnen. Elftallen. Het wordt begrijpelijk hoe zoveel trofeeën veroverd konden worden. Ja, in alle Rotterdamse harten, in alle lagen van de samenleving, neemt Sparta een warme plaats in. Dit alles is niet zomaar ineens ontstaan. 60 jaren waren nodig. 60 jaar van bloeiend clubleven. En zo gaan onze gedachten terug naar de oprichters. De Vogel. Dag, beste kerel. We komen je nog eens opzoeken om te zien hoe het maakt. Dat zie je. Uitstekend. Maar voetballer, 60 jaar is een hele tijd. Er is een hoop veranderd en velen zijn van ons heen gegaan. Overeinder, onze beste voorzitter. Jan Stok. Jan Dorf en dan nog Van den Ende, die zal ik ook nooit vergeten. Met ons drieën richten we Sparta op. Laverge, Van den Ende en ik zelf gek. 60 jaar, dat is een mensenleeftijd. Ja, ja, in 60 jaar verandert er ontzettend veel. Zo was het toen. En zo is het nu. En dat het nu zo is, hebben we aan de moffen te danken. Bij de brand bleef het kasteel gespaard, gelukkig. Daarna kwam er een merkwaardige tijd. Bij het kasteel werd eten uitgedeeld. De hekken om het terrein werden afgebroken. De tribunes gesloopt voor brandhout. Maar verder is Sparta er goed afgekomen. Dankzij een wijs beleid waardoor de opbouw snel ter hand kon worden genomen. Er werd met een nieuwe tak van sport begonnen. Met honkbal. De nationale sport van Amerika.
Honkbal is voor de voetballer een ideale zomersport. Die moed, helderheid van geest en snelheid van handelen aankweekt. Vele Spartanen hebben hun hart eraan verpand. Zoals er zoveel anderen al sedert jaren de sport der sporten, cricket, beoefenen. Cricket, honkbal, voetbal. Deze sport blijft toch nog altijd de populairste. Een sport. En hoe gezond. De enige die eigenlijk gevaar loopt, is hij. Hij ziet geen bal meer. De gevoelige plaat was in dit geval zijn gevoelige plaats. De opname is gelukt. Opname in het ziekenhuis dan. Cricket, honkbal, voetbal. Aan al deze takken van sport bewaren de Spartanen de prettigste herinneringen en ze hebben er hechte vriendschappen doorgesloten. Dat bleek wel bij de receptie van Cas Ruffelsen, die op 9 februari 60 jaar bestond. En daar waren ze weer. Bok de Korver, Huug de Groot, Piet van der Wolk en Jan Salters en al die anderen die Sparta hebben grootgemaakt. Wanneer we hier de groten van Sparta de revue laten passeren, dan mogen we niet vergeten de super-oer-Spartanen. Super-oer-Spartaan is een eretitel die de Spartaman pas krijgt als hij 70 wordt. Zij allen, ze zullen niet beledigd zijn als we ze de oude garde noemen, ze hebben het stekje geplant van de boom die Sparta in 60 jaar geworden is. Een jongere generatie staat klaar om hun werk voor te zetten. De jeugd zal de kameraadschap verder dragen, de sportieve geest levend houden, de bloei van Sparta blijven bevorderen. Met een gerust hart kan Sparta voortgaan naar de volgende 60 jaar. Hup, Sparta!